Breda Nu. Je weet het meteen. In poppodium Maes vond de derde editie plaats van de Scholieren Band Battle. Een strijd tussen verschillende jonge bandjes uit Breda. De publieksprijs was een show bij de Fixed Fight Boogie. En de winnaar, gekozen door de jury, won een opname bij Abroad Studio. Ik sta nu bij de band. Welke band? What's up? Hoe is jullie band ontstaan? Ja, nou ja, eigenlijk, we zijn elkaar gewoon tegengekomen. En een paar ouders van ons hadden ook al goed contact met elkaar. Dus zo zijn we eigenlijk bij elkaar terechtgekomen. En mee dat we een paar keer met elkaar muziek hebben gemaakt, vonden we het eigenlijk zo leuk dat we niet meer zijn gestopt. Oké. Okay. En alle mannen hebben allemaal een aparte taak? Ja. In de band? Ja, allemaal. Doe even een rondje. Nou ja, Bram op toetsen, Stijn, drummer, Joris, elektrische gitaar. Ik speel saxofoon en ik ben tweede stem. Ik zing. Ja. Ik ben de hoofdzangeres. En Stijn speelt elektrische akoestische gitaar. En dan hebben we nog Tijn en die speelt bas. Oké. Zullen we het tromgeroffel? En de winnaar van de publieksprijs van de derde editie is M3M! De winnaar is Red Valley! Jullie zijn nou de grote winnaars. Hoe voelt dat? Ja, het was wel onverwachts, moeten we eerlijk toegeven, maar het voelt goed. Okay. Ja, jullie delen die mening? Ja, zeker. We hadden niet verwacht dat we gewoon een grote prijs zouden winnen. Ja. Okay. En wat, nu hebben jullie de eerste prijs binnengehaald. Is dat nou een nieuw begin voor jullie? Gaan jullie nou hogerop? Ja, we gaan wel proberen om meer op te treden en zeker ook meer ervaring op te doen. Okay. En waar zien jullie nou over 5 jaar? Over 5 jaar weet ik niet, maar over 1 jaar zouden we graag op Breda Bars willen staan. Dus Leo, als je dit ziet. En voor de rest heel veel optreden, heel veel nieuwe nummers schrijven. Dat is denk ik waar we nu voor gaan. Breda Nu. Je weet het meteen.